Goede vrienden, we zijn vandaag donderdag 23 april en we gaan verder met handelingen. En voor ons staan opnieuw het Sanhedrin met de apostelen. Het Sanhedrin daait in deze dagen letterlijk overuren. Opnieuw staan de apostelen daar, die eens alles waren aangehouden, een nacht in de gevangenis doorgebracht, nadien verhoord en weer vrijgelaten. En de tekst die we vandaag beluisteren zit vol herhalingen van zinnen die we al kennen. Het begint met de woorden van het Sanhedrin tot de apostelen: Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in die naam onderricht te geven? Dat was de voorwaarde voor hun vrijlating, die voorwaarde hebben ze niet gehouden. Ze moesten verplicht gewoon doen, niets anders dan gewoon. Wat de Joodse, de Romeinse overheden dan vonden, wat gewoon doen is. Maar de apostelen hadden geantwoord bij monden van Petrus toen al: Wij kunnen het niet maken van niet te spreken over datgene wat wij gezien en gehoord hebben, van wat we geloven. Het verbod om te spreken en te handelen in de naam van Jezus. Ik wil dat even in het Grieks laten horen. Ik zou. In de volgende beurten toch een paar Griekse woorden uit het origineel naar boven laten klinken. In het Grieks luidt het: Into onomati Jesus Christus, in de naam van Jezus Christus. Dat mag niet. En dan komt de reactie van Petrus, die herhaalt wat hij de eerste keer in zijn verdediging al heeft gezegd, namelijk dat grote principe dat hij heeft uit de Griekse filosofie en dat ook uit de beste Joodse traditie komt, namelijk men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Als dat maar zou gebeurd zijn en nu nog gebeuren, dat mensen meer God gehoorzamen dan andere mensen, dan zou dat rijk van God zoveel dichter staan. Dan zou de mens zoveel dichter zitten bij zijn oorspronkelijke bestemming en waardigheid. Dan zou deze wereld niet gebukt gaan onder het juk van zoveel gewoonten, structuren, instellingen, die niet van God komen, maar die aanslibbing zijn van menselijke geschiedenis. Men moet meer God gehoorzamen dan de mensen. En dan het grote tussenstuk van de lezing van vandaag is een geloofsbeleidenis. Een geloofsbeleidenis uit de vroegste kerk. Ik lees ze eerst even voor. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt, door hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand. Om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen. Een prachtige geloofsbeleidenis. Je zou er zo muziek kunnen bijzetten en het refrein zingen. Dit geeft me de gelegenheid, vrienden, om een kort woordje te zeggen over Lucas. Hoe komt hij aan zulke teksten? Lucas schrijft rond het jaar 80, zegden we al. Lucas, van hem weten we, hij was een intellectueel, een gevormd persoon, gevormd in de Griekse Hellenistische cultuur. Een man die, hij was arts van beroep en had zin voor detail. Aandachtig kijken, aandachtig luisteren. Lucas heeft veel gereisd in het bekken van de Middellandse Zee en heeft veel Joodse, Joodschristelijke en andere gemeenschappen bezocht. Vaak heeft men gezegd dat hij samen optrok met Paulus, maar historisch, chronologisch is dat bijna niet mogelijk. Hij situeert zich toch een goede dertigtal jaar na de de reizen van Paulus, 20 à 30 jaar. Maar hij is rondgetrokken en hij heeft in die vroege gemeenschappen geluisterd wat men daar zegt over Petrus en later Paulus en de apostelen, de eerste verkondiging, de eerste gemeenschappen, alles beluisterd en bij elkaar gebracht. En tussen datgene wat hij hoorde rond het jaar 80, daar zaten ook al stukken van teksten die gegroeid waren in, de christelijke gemeenschap zelf. Versen, refreinen, stukken geloofsbeleidenis, zoals de christenen ze rond het jaar 80 formuleerden en gebruikten. En de geloofsbeleidenis die we juist hoorden, is er zo één. Dat gaat niet alleen over de eerste kerk, die tekst komt wellicht uit de eerste kerk. Met die tekst beleden christenen rond het jaar 80 hun geloof. Je hoort in die geloofsbeleidenis niet enkel Lucas, maar je hoort daar ook de eerste christelijke gemeenschappen aan het woord. Hoe zal het verhaal vandaag eindigen met een escalatie van geweld? Toen zij dit hoorden, ontstaken ze in woede en besloten hen te doden. Zij het Sanhedrin. Toen ze dit hoorden, wat hoorden ze? De geloofsbeleidenis van de apostelen. Het Sanhedrin geraakt het noorden kwijt. De emoties halen het van de redelijkheid. De antipathie haalt het van de, de vraag en de nauwkeurigheid van het antwoord. Juist die instelling die redelijkheid had moeten brengen, geraakt verloren in. Passie. De woede vlamt op. En die woede gaat over die geloofsbeleidenis. De apostelen hebben niets verkeerds gedaan, maar ze mogen niet meer spreken in de naam van Jezus Christus en niet meer getuigen van hun geloof dat Hij de levende Heer is. Moeten de apostelen weg? Nee, Jezus moet weg. Hij moet weg en daarom ook wie van Hem. Getuigd. En wat is het besluit? Het eerste keer dat het woord faalt in handelingen doden. Ze besloten hen te doden. Dat is dus echt aansturen op geweld. Zal het deze keer al tot geweld komen? Nee, nog niet. Het zal niet lang meer duren. Een paar hoofdstukken verder zullen we er te maken mee krijgen. Wat wil dat zeggen over deze eerste fase van? De missionering in Jeruzalem, want we zitten nog steeds in Jeruzalem, dat die langzamerhand ten einde zal lopen. De gemoederen zullen daar zo verhit worden, de tegenstellingen zo agressief, dat de apostelen en de eerste christenen op den duur gedwongen zullen zijn Jeruzalem te verlaten. En het is mede te gevolgen van die agressie dat het christendom verder. Het heilig land zal intrekken en dat de wegen zullen opengaan naar heel het bekken van de Middellandse Zee. En zoals ik al zeg, de vrienden, zou ik graag in deze reeks maken dat u op het einde tien Griekse woordjes kent, tien Griekse woorden van Lucas en tien die ongeveer alles zeggen van waarover het gaat in handelingen. En u hebt de eerste drie ondertussen al gehoord. Paresia vrijmoedigheid, vrij en moedig in één woord Paresia. Statentes lalite. Rechtstaande spreekt, niet vanuit uw zetel, niet vanuit uw computer, maar statentes lati, lalite. Getuigt rechtstaande van uw geloof. En vandaag hadden we nog zo eentje in to onomati Jezus Christus, in de naam van Jezus Christus, want daarover gaat het. Als u op het einde van de reeks ze alle tien zult kennen en onthouden, dan bent u klaar voor het eindexamen.